Op de Goudsberg in de buurt van Lunteren hield de NSB tussen 1936 en 1940 zogenaamde hagenspraken bij de muur van Mussert. Maar wat waren deze hagenspraken en waarom werden ze georganiseerd? En wat was de muur van Mussert? In deze video zoeken we dat uit. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst terug naar het ontstaan van de NSB. Begin jaren 30. Was de economische crisis vanuit de Verenigde Staten overgeslagen naar Nederland? Grote werkloosheid en armoede ontstonden, met grote sociale onrust als gevolg. Ook het vertrouwen in de politiek slonk. In deze situatie werd op 14 december 1931 de NSB opgericht. De Nationaal-Socialistische Beweging, onder leiding van de ingenieur Anton Mussert, was een politieke partij die in Nederland weer zelf respect wilde geven door een sterk leger, een sterke regering. En een daadkrachtige bestrijding van de massale werkloosheid. Volgens Mussert moest er een nieuwe orde komen naar het voorbeeld van Hitler's NSDAP in Duitsland en Mussolinis fascistische partij in Italië. De eerste jaren was de NSB erg populair. Zo behaalde de partij bij de verkiezingen voor de provinciale staten in 1935 bijna 8% van de stemmen. En ook het ledenaantal nam sterk toe. Op 1 januari 1936 telde de NSB 52.000 leden. In een groot deel van de samenleving kwam er veel verzet tegen de NSB. In eerste instantie waren het met name de socialisten en communisten die veel van leer trokken tegen Mussert. Maar vanaf 1935 ging ook de Rooms-Katholieke Kerk maatregelen nemen tegen de NSB. Zo verbod de Rooms-Katholieke Kerk kerkleden om lid te zijn van de NSB en werden vanaf 1936 sacramenten, zoals de Eucharistie, onthouden voor NSB'ers. Verder mochten ambtenaren al vanaf 1933 van de overheid geen lid zijn van de partij en werd in 1936 het zogenaamde uniformverbod ingevoerd. Dit hield in dat particuliere organisaties op straat geen uniform meer mochten dragen. En dat was een flinke klap voor de NSB, aangezien zij met de weerafdeling, de WA, een geuniformeerde knokploeg hadden. Al deze maatregelen leken effect te hebben, want de aanhang van de NSB nam drastisch af. Toch bleven tienduizenden Nederlanders lid van de NSB. Zij vormden samen een hechte beweging met allerlei organisaties en activiteiten. Volk en Vaderland was bijvoorbeeld het eigen weekblad, het Nationale Dagblad, de krant die de NSB uitgaf, en de Nationale Jeugdstorm, de jongere organisatie van de partij, die de Hitlerjugend van de NSB als voorbeeld had. De NSB had zelfs een eigen groet, namelijk Hou zee. Daarnaast organiseerde de NSB ook bijeenkomsten voor haar leden. De Eerste Landdag vond bijvoorbeeld plaats op 7 januari 1933 in het gebouw voor kunsten en wetenschappen aan de Mariaplaats in Utrecht. Daar waren toen ongeveer 600 van de in totaal 1000 leden aanwezig. En in de maanden en jaren daarna zouden er nog meer volgen, ook in andere plaatsen van Nederland. Maar dat was voor de NSB nog niet voldoende. Ze wilden een vaste plaats in Nederland waar ze massa bijeenkomsten konden houden, naar het voorbeeld van de Rijkspartijdagen van de NSB in de Duitse stad Nuremberg. In 1936 kocht de NSB daarom een stuk grond van 8 hectare op de Goudsberg en Lunteren op de Veluwe. Dit terrein zou al snel worden uitgebreid tot 16 hectare. De keuze voor Luntre had onder andere te maken met een nieuwe richting die de NSB insloeg. De partij wilde zich namelijk meer gaan richten op het platteland en de boeren. De bijeenkomsten die er jaarlijks op de Tweede Pinksterdag moesten gaan plaatsvinden, werden Hagenspraken genoemd en de naam Hagespraak was afgeleid van de naam die vrije Saksische boeren gaven aan hun vergaderingen. In de eerste helft van 1936 werd het terrein geschikt gemaakt voor de massabijeenkomsten. Duizenden bomen werden gekapt, de heide werd gemaaid en het veld zo goed mogelijk geëgaliseerd. Op 1 juni 1936 was het zover, de eerste Hagespraak vond plaats, deze keer nog onder wat primitieve omstandigheden zonder veel voorzieningen. Maar hier moest snel verandering in komen, zo vonden veel mensen binnen de NSB. Een complex van gebouwen moest de Hagenspraak wat meer aanzien geven. In het zogenaamde kamphuis zouden 120 mensen kunnen vergaderen, eten en slapen. Maar Mussert vond het belangrijker om eerst het vergaderterrein goed in te richten en een podium te bouwen. Dit alles moest betaald worden door de leden van de NSB. In de tussentijd werden er wel nieuwe Hagespraken georganiseerd op 17 mei 1937. En 9 oktober van datzelfde jaar. De hagespraak, die in oktober 1937 werd georganiseerd, was om de eenheid in de partij weer te herstellen. Nadat de NSB in 1937 een grote verkiezingsnederlaag had geleden en veel leden waren opgestapt. In het voorjaar van 1939 werd het podium ingewijd. Het bestond uit een muur van 150 meter lang en 10 meter hoog. In deze muur van Mussert werd ook een kamertje gemetseld. waar Mussert zijn brieven aan Hitler schreef. Er stond ook een 38 meter hoge vlaggenmast. En tot aan 1941 werd er gebouwd, al is het complex uiteindelijk niet afgebouwd, zoals eigenlijk de bedoeling was. De oorlogsomstandigheden en gebrek aan financiën hebben dat verhinderd. De Hagenspraken waren toen overigens al voorbij. In totaal werden er namelijk vanaf 1936 slechts zes gehouden, en op 22 juni 1940 werd de laatste georganiseerd. Dat was op zich bijzonder, aangezien de Duitsers toen ons land hadden bezet en de NSB nog als enige politieke partij was toegestaan. Maar de naties wilden geen politiek getinte massabijeenkomsten meer. En bovendien was bezien op de Bon en konden er geen bussen richting Lunteren meer worden geregeld. De Hagenspraken die wel werden gehouden, bestonden steeds uit vaste onderdelen. Om negen uur ging het terrein open voor bezoekers, waarna om kwart voor twaalf drie minuten durend klokgeluid het begin van de Hagenspraak aankondigde. Om twaalf uur precies opende NSB'er Kees van Geelkerken de bijeenkomst. En daarna volgden er toespraken van steeds tien minuten door allerlei NSB'ers en was er veel vlagvertoon. Een Hagespraak kende ook een pauze. En na de pauze was het de beurt aan Anton Mussert, die elke keer een toespraak van ongeveer drie kwartier hield. En aan het eind van de Hagespraak kwam er een defilé waarbij de bezoekers langs Mussert mochten lopen. Rond 6 uur was de Hagespraak dan afgelopen en ging iedereen weer huiswaarts. Hoewel het terrein 100.000 bezoekers kon ontvangen, werd dit aantal echter nooit gehaald. Schattingen van de Centrale Inlichtingendienst kwamen nooit verder dan 40.000 mensen. En deze mensen kochten voor bezoek aan de Hagenspraak een kaartje van 25 cent. Vanaf 1940 werd er dus geen Hagenspraak meer georganiseerd, maar werd het terrein in Lunteren nog wel gebruikt door de NSB. Allerlei organisaties van de beweging kwamen er namelijk regelmatig bij elkaar. En ook vooraanstaande natieleiders zoals Heinrich Himmler Leider van de SS en Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inkwart kwamen langs op de Goudsberg. Na de oorlog werd op het terrein een camping geopend en stonden de kampeerders met hun tenten voor de muur van Mussert. Het complex kwijnde weg en stond op de nominatie om definitief gesloopt te worden. Desondanks is dat er niet van gekomen. Sterker nog, sinds 2018 is de plek aangewezen als Rijksmonument.